Hoi iedereen, ik ben Leni en in deze video zou ik het graag eens hebben over angsten en andere gevoelens. Blijkbaar is dat voor velen een moeilijk onderwerp. Ik moet eerlijk toegeven, voor mij eigenlijk ook, want ik heb al vele jaren last van, zoals dokters het noemen, een bepaalde angststoornis. Nee, ik gebruik die termen nogal niet zo graag. Maar ja, we moeten het benoemen, dus zo weten jullie waar ik het eigenlijk over heb. Dit was eigenlijk zo dat ik een online sessie had gepland. Om onder andere te praten over angsten, paniekaanvallen, hyperventilatie. Maar ik kreeg vooral eigenlijk reacties van mensen die er toch liever niet over wilden praten in groep. Die eerder de behoefte hadden om hun verhaal persoonlijk te vertellen. En ja, ik kreeg natuurlijk ook al een heleboel vragen, hè, heel specifieke vragen. En ik dacht dat ik die vragen allemaal een beetje kon samenbrengen. En daarom deze video. Om heel even kort te beginnen met een aantal vragen die ik heb gekregen. Een aantal dingen die me toch zijn opgevallen. Want het is ondertussen 20 jaar geleden dat ik mijn eerste echte angstaanvallen had. En ja, het verbaast me enorm dat er eigenlijk nog maar weinig veranderd is. De kijk van bepaalde mensen op zulke dingen. En ja. Dat ligt dan toch wel aan onze maatschappij. Zoals ik al zei, ik heb ook nog steeds last van angsten. Ik heb het al gezegd, ik heb het nogal moeilijk met benamingen, want angst is voor mij er een innerlijke spanning, een soort van stress. Ja, dat gebruik ik veel liever. Het is een soort van innerlijke spanning. Het lijkt alsof er iets in mij is wat samentrekt. Maar ik ga daar straks meer over vertellen. Want anders... Nu, uit de reacties die ik kreeg... bepaalde vragen kwamen steeds terug. En heel veel mensen vroegen mij vooral van hoe ze het... die dingen konden uitleggen aan hun omgeving en vertelde mij ook verhalen over hoe mensen ermee omgingen of net niet mee omgingen. Dus vandaar deze eerste video. En ik heb daarnet al gezegd, ik voel het zo. Het is niet zo makkelijk voor mij. Omdat ik heb met de jaren, valt dat best wel mee, mijn angst of mijn innerlijke spanning. Maar er is altijd wel een stukje aanwezig en het lukt me wel om dat toch wel voldoende te verbergen of dat in mijn eentje aan te pakken. En ik heb natuurlijk wel mensen waar ik mee kan praten als het dan wel eens te veel wordt. Dus ik kan daar best wel mee omgaan, maar ik geef hier ook een stukje van mezelf bloot. Dus het is even wennen, maar dat is mijn bedoeling. Ik wil vanuit mijn eigen ervaring anderen helpen. Dus ik hoop dat jullie hier iets aan hebben. En wat ik ten eerste wil meegeven aan iedereen die te maken heeft met angsten of paniek, ik ga het nu even zo noemen, of misschien zelfs depressie of burn-out of stemmingswisselingen of misschien iets helemaal anders. Laat je alsjeblieft niet van de wijs brengen door anderen of wat anderen zeggen. Want wat je voelt is echt iets van jezelf. En het is iets wat in jezelf zit. En ik zie zoveel mensen die vechten tegen hun gevoelens, vechten tegen hun angst, omdat hun wordt gezegd van dat mag er niet zijn. En dat moet zo snel mogelijk verdwijnen. En dat brengt net veel meer spanning met zich mee. Dus er zijn zoveel mensen die zichzelf blokkeren
Door zichzelf zo onder druk te laten zetten door hun omgeving. Want uiteindelijk, wat is er eigenlijk mis met angstig zijn? Wat is er mis met bang zijn? Iedereen is wel eens bang. Dat horen we dan hè, als reactie van anderen waarschijnlijk. Want iedereen heeft daar wel eens last van. Maar als je zegt tegen iemand van ik heb een paniekstoornis, of je gooit dat zomaar op tafel, dan krijg je ofwel geen reacties, want dan weten andere mensen niet hoe ze zich moeten gaan gedragen. Ofwel krijg je een hele hoop goede raad, maar dat je dus eigenlijk zogezegde goede raad, want je kan er niks mee. Nee. Ik heb het zelf zo vaak gehoord. Hè. Ik heb het daarnet al gezegd, het is al tussen 20 jaar geleden, 15 of 20 jaar geleden, toen ik echt heel diep zat en bijna niet naar buiten durfde en het heel erg moeilijk had om onder de mensen te komen en zo. Je moet gewoon sterk zijn en je moet je daarover zetten en je moet daar overheen stappen en je moet dat overwinnen. En iedereen heeft dat wel eens en je moet nu eenmaal dit en je moet nu eenmaal dat en dat hoort er nu eenmaal bij. En zoals ik daarnet zei, ik had gehoopt dat dat na al die jaren toch wel veranderd zou zijn, maar spijtig genoeg. Ik merk wel natuurlijk hè, met het... Ja, ik ben dan zelf meer met het spirituele gaan bezig zijn. En daar is er natuurlijk veel meer begrip, omdat men het daar veel breder trekt. Van, daar ziet men het niet zozeer als een probleem en ik zie het ook niet als een probleem. Maar eerder als een kans om eens verder te kijken bij jezelf. Dus eigenlijk als je zoiets meemaakt, het is eigenlijk een kans. Maar daar kom ik later wel op terug. Nog even over dat sterk zijn. Hè. Het is eigenlijk zo als je op een bepaald moment in je leven breekt. Als je ineens in elkaar stuikt, dan is het eigenlijk omdat je eigenlijk al heel lang sterk bent geweest of te sterk bent geweest, omdat je al veel te lang goed hebt gehouden eigenlijk. Het zijn eigenlijk de meest krachtige mensen, de meest gevoelige dan ook wel, maar ook de mensen met de meeste kracht en het meeste inzicht en het meeste potentieel, het meeste... De mensen die het meeste in zich hebben, die in zo'n situatie terechtkomen. Dus even voor nu kan je het niet eens anders bekijken. Hè? Wat als alles wat je voelt binnenin, je angst of wat dat ook is, als dat iets is wat jou eigenlijk verder zou kunnen brengen. Maar dat het wel belangrijk is dat je het eerst toelaat. Dat je het eerst accepteert, dat je als het ware een soort van rust vindt in je angst. Ik weet dat het nu, als je dat voor de eerste keer hoort, heel vreemd klinkt. Maar als je even gaat voelen in je angst. Dat kan misschien beter in een sessie, hè, van persoon tot persoon, maar ik probeer het even kort uit te leggen. Want uiteindelijk... Angstig zijn, ik weet, is een heel enge ervaring eigenlijk. Het is absoluut geen fijn gevoel en eigenlijk wil je dat totaal niet hebben. Want je kan al het gevoel hebben dat je gek wordt en wat dan ook. Maar waarom mogen mensen niet angstig zijn? Oké, angstig zijn op zich is al erg. Waarom moet het dan ook nog eens zo zwaar gemaakt worden door de omgeving? Het feit dat je die dingen voelt, dat laat je zien dat je eigenlijk heel veel in je hebt, dat je heel gevoelig bent en dat je iets in je hebt dat je later waarschijnlijk dan naar buiten kan brengen op een heel mooie manier. Ik zie spanningen of die innerlijke stress, spanning, ik zie dat als iets dat haast staat te springen om naar buiten te komen. Iets wat je in je hebt en dat komt dan naar buiten in de vorm van een angst, hè, of een stress.
Maar eigenlijk is het net iets heel positiefs wat naar buiten wil, maar wat jij onderdrukt, of wat jouw omgeving onderdrukt, of wat van de maatschappij niet mag, of wat dan ook. En dat merk ik nu vooral bij mezelf. Nu ik meestal kan ik best wel een beetje afstand nemen van mijn angst en gaan kijken van oké, wat gebeurt er nu met mij? En die spanning die komt meestal op momenten dat ik iets in mezelf tegenhoud. Als ik mezelf afrem, als ik niet die dingen doe die ik eigenlijk wel zou willen doen, als ik niet helemaal mezelf kan zijn, als ik mezelf dan toch forceer om dingen te gaan doen, of om te gaan met mensen, of naar bepaalde, mezelf in bepaalde situaties brengen waar ik eigenlijk niet in wil zijn. Als ik op een of andere manier iets moet doen, ook wat er van mij verwacht wordt, als het gaat om moeten, om verplichtingen, dan als het niet van mezelf is, als ik mij laat leven als het ware, dan, ja, dan komt mijn angst naar boven, of mijn innerlijke spanning. Die komt naar boven op momenten dat ik iets eigenlijk van mezelf onderdruk. Als ik, dat kan een gevoel zijn of iets wat ik wil doen, of al die zaken. Dus als ik iets tegenhoud binnenin mezelf, dan komt er een soort van, wat mensen noemen, angst los. Een soort spanning los. Dus ik zou zeggen voor nu, voor deze eerste video, aanvaard jezelf even, of probeer jezelf even te aanvaarden met alles wat je voelt. Met de angst die je voelt, of wat dan ook. Want de angst is eigenlijk niet van jou. Het is wel een gevoel, maar het is wel iets waar je van kan loskoppelen uiteindelijk. Maar dat is ook voor later. Je voelt gewoon iets, jouw lichaam reageert. Eigenlijk omdat er iets is binnenin jou wat naar buiten wil komen. Dat is eigenlijk waar ik toe gekomen ben na al die jaren. Als er iets is in jou wat naar buiten wil komen, iets wat je wil doen of net niet wil doen, of je wil op een andere manier gaan leven, of er zijn dingen in jouw leven die jou beperken, hè? Dat kan ook heel onbewust zijn. Hè? Er wordt ons zoveel aangeleerd en dan gaan we ons aanpassen en dan zorgen er eigenlijk voor dat we niet meer onszelf kunnen zijn. En dat kan ervoor zorgen dat je angstgevoelens creëert eigenlijk. Hè. Want zoveel mensen leven in een soort van kooi of in een harnas, heel verstikt en verkrampt en helemaal belemmerd, helemaal in een, echt weinig ruimte, amper vrijheid, echt tegengehouden. Door hun eigen overtuiging meestal, of wat van anderen wat anderen van hen verwachten, of daar kan je heel ver in gaan. En angst overwinnen, en ik zeg het niet graag zo, want angst overwinnen, dat klopt voor mij niet. Dat voelt voor mij niet oké. Je hebt je eigen tempo, hè. Je hebt je eigen manier en dat is het belangrijkste, van een beetje zoeken waar jij je goed bij voelt. En dat stap voor stap en alles wat ik daarnet heb gezegd, als je erachter komt van wat jou eigenlijk angstig maakt of wat er eigenlijk net bij jou naar buiten wil komen. Dat kan kunnen soms ook andere gevoelens zijn. Bijvoorbeeld als je je niet boos kan maken, dat je dan net angst creëert. Dus niks moet, hè. Ik sta er niet zo achter bepaalde vormen van therapie, hè, waar stapsgewijs, stel dat je een soort van agorafobie hebt, hè, dat je bang bent om naar buiten te gaan of onder mensen te komen, om dan telkens die angst te gaan overwinnen, hè. Altijd een stapje verder. Nu, ik heb dat bij mezelf ook gedaan. Er zijn ook momenten geweest, hè, dat ik echt niet naar buiten durfde. En op aanraden van een vriend dan, ben ik eigenlijk steeds gegaan tot op het moment dat het voor mij goed voelde. Dus niet in de angst zoals het bij de meeste therapieën nagaat.
Maar ja, ik heb dus inderdaad, ik weet niet hoe lang, maar zeker minstens een week, gewoon iedere dag mijn schoenen aangedaan, mijn jas aangedaan. En dan voelde ik de angst komen en dacht ik van, oké, tot hier, dat is voor vandaag. En dan kwam er een dag dat ik tot aan de deur kon gaan en dan zei ik van, ja, dat is ook voldoende. En de volgende stap was dan net de deur open doen en net even mijn neus buiten steken. En ik ging net altijd tot het punt dat ik net niet angstig werd. Dat ik net niet de angst voelde, dat het nog comfortabel voelde. En dan keerde ik terug, heel rustig. En dan ging het eigenlijk heel erg snel. Voor ik het wist, zat ik dan al in de auto en dan luisterde ik gewoon een beetje naar de muziek in de auto. En ik maakte het aangenaam, weet je. Want daar wordt altijd zo'n zwaar gevoel op gelegd. Van je moet angst overwinnen en angst, dat is zo precies... Alsof dat je, ja, je mag het niet hebben en het mag er niet zijn en het moet zo snel mogelijk weg. En ja, maak het zo aangenaam mogelijk. Ga tot dat punt dat voor jou nog aangenaam voelt. Dan ga je ook gewoon terugkomen, heb je niet het gevoel dat je in de angst bent gegaan. En dan help je jezelf te wennen aan hetgeen wat wel goed is. Hè? En... Goh, zeg gerust dat je bang bent, hè? Want heel veel mensen leven in angst. Veel meer mensen leven met angsten of depressie of wat dan ook. Hè? Want ik heb het hier nu specifiek over paniek en angst. Maar zeg maar dat je je niet lekker voelt. Je hoeft daar niet beschaamd om te zijn. En ja, dat we het goed moesten weten, iedereen heeft een bepaalde stoornis, hè? Als het er uiteindelijk op aankomt. Iedereen heeft wel iets. Dus weet dat er niks mis mee is met dat wat je voelt. En dat jij ook niks moet. En dat je ook niet sterk hoeft te worden, want dat je al sterk bent. Je hebt de kracht al in jou. En de angst of de spanning die je nu voelt, is eigenlijk die kracht die net zegt van, hey, leef. Je hebt iets in jou wat je naar buiten kan brengen. Dus doe er iets mee. Wat wou ik daar nog aan toevoegen? Het is niet erg, hè? Je bent gewoon bang. Dat heeft mij heel erg geholpen om het dan een beetje te minimaliseren, ook voor mezelf. Van, ik ben gewoon angstig. Het is niet meer dan dat... Het is maar paniek. Het is maar hyperventilatie. Het gaat sowieso... Het gaat altijd door. Dus geen probleem. Het is er nu wel op dit moment, maar het is maar dat, gelukkig. En ja, weet dat er niks mis mee is, hè? We leven in een maatschappij waar we zo snel van al die dingen vanaf moeten komen. Hè? En het is wel spijtig, hoor, voor mensen die gaan werken of mensen die nog studeren. Hè? Je hebt wel een beperkte periode dat je voor jezelf kan zorgen en dat je tot rust kan komen. Maar dat is altijd zo kort. Hè? En daardoor wordt er nog eens druk op gelegd van binnen 2 of 3 weken moet ik me beter voelen en dan... Zit je weer met hetzelfde. Dus laat die angst er gewoon zijn. En accepteer het in het moment eventjes dat het nu zo is. Dus wees gerust eens bang. Beleef het gewoon eens. Ik zit er bijna mee... Ja, ik ben aan het lachen. Omdat ik uiteindelijk zo... Ja, van die momenten heb gekend dat ik enorm in paniek raakte. Zeker als ik alleen was. En dat ik dan... Op een bepaald moment begon te lachen toen ik zei tegen mezelf van allee, hier zijn we weer. Hè? We hebben dat gevoel. Ik laat het gewoon eens zijn. En in plaats van er tegen te vechten en er tegen te duwen, dat ik het gewoon over mij liet komen en dat ik begon te lachen. Omdat het dan ook gelijk veel minder erg werd. Omdat ik het in mijn hoofd minder erg maakte, werd het in mijn lichaam ook gelijk minder erg. Ik zeg natuurlijk niet dat je het moet opgeven of,
Of dat het mag je leven zeker niet bepalen. Maar voor nu, aanvaard jezelf gewoon eens even met alles wat dat je voelt. En ja, ik ben Leni en ik ben af en toe bang. Dus dat is zo erg. Ja, ik vind het van niet. En ik ben blij dat ik het hier nu ook eens kan zeggen. En ja, ik ben Leni en ik ben bang om een angstaanval te krijgen. Ik ben bang om bang te zijn. Dus de angst om de angst, hè, daar heb ik het later dan wel eens over. Ik ben bang om bang te zijn. Maar welke benaming dat je het ook geeft, het is vooral de lading die je eraan hangt. Daar wil ik het vooral vandaag over hebben. Of de lading die er door anderen wordt aangehangen. Hè, van, oei, dat is erg en dat mag niet. En ja, dat mag wel. Dat mag wel. Dus wees gerust eens bang. Wees gerust eens in paniek. Wees gerust eens depressief. Beleef het eens. Laat het eens toe. Voel het eens. Ga tot waar jij je comfortabel voelt. Dus forceer het niet. Je voelt. Je bent gevoelig. En dat is iets wat heel mooi is. Ik heb daarnet al gezegd. En er komt een moment dat je zal begrijpen waarom je dit nu allemaal voelt. En je zal ook op een moment beseffen dat je dit gevoel kan omzetten in iets anders. Maar eerst is het belangrijk dat je het accepteert, dat je het aanvaardt. Je hoeft niks te veranderen. Je hoeft jezelf ook niet te veranderen. Met de tijd zal alles wat dan nu niet zo fijn voelt, zal je dat kunnen omzetten in iets anders. Maar voor nu even aanvaarding. En het zeker niet groter maken dan het is. Dus laat je niet gek maken door de maatschappij, door de mensen om jou heen, door familie, door vrienden of wat dan ook. Want die zouden jou eigenlijk meest moeten steunen en zeggen, het is oké. Het is oké. En ik weet, de mensen die weten waar ik over praat, die zullen zeker nooit oordelen of die zullen jou zeker ook nooit het gevoel geven dat datgene wat jij nu voelt, dat er niet mag zijn. Hè? Want het mag er zijn. Hoe je het ook noemt, angstig, paniekerig, depressief, opgebrand. Zulke dingen brengen jou uiteindelijk verder in jouw leven. Dus ze helpen jou om te groeien. Dus voor deze video, aanvaard jezelf. Gewoon zoals dat je bent. En alles wat je voelt, laat het er gewoon zijn. Geef de dingen gerust een naam, maar maak ze alleen niet te zwaar. Want dat zijn ze uiteindelijk ook gewoon totaal niet. Nu, via mijn site kan je sowieso al wat meer lezen over angsten en hyperventilatie. Ik heb dat in 3 delen geschreven. Website www.krachtvanlicht.be. Onder blog zal je ofwel staat via gezondheid, ofwel, ik denk dat ik zelfs een apart stukje over angsten en hyperventilatie heb gemaakt. En dan kan je mijn ervaringen delen, lezen en ook een aantal tips al, maar die ga ik ook in latere video's bespreken. En ja, mocht je vragen hebben, ja, stuur ze mij gerust. Ik zal ze proberen te verwerken in volgende video's, als deze meevalt. En mocht je er toch voor openstaan om deel te nemen aan zo'n online sessie, dus dan ga je gewoon van bij je thuis inloggen en dan via de webcam, die hoef je niet altijd aan te zetten, je kan gewoon via de microfoon of via de chat deelnemen. Ik kan je gewoon van bij je thuis volgen, dat is makkelijk als je misschien wat moeite hebt om je te verplaatsen. Dus laat het mij dan weten. Dus dan plan ik zeker zo'n online sessie. Dus dat is het voor nu. Zorg goed voor jezelf. Heel veel licht, heel veel liefde. En tot de volgende video. Hè.